De Nationale Partij Suriname, NPS, stapt uit de regeringscoalitie. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie met als thema de positie van de NPS binnen de coalitie. Volgens voorzitter Gregory Rusland was het niet gegarandeerd dat de partij in de komende 2 jaar een bijdrage zou kunnen leveren aan het maken en uitvoeren van beleid. De partij heeft het besluit genomen om een autonome fractie te vormen in het parlement. Vanuit die positie zal zij kritisch haar bijdrage leveren, meent de voorzitter. Je moet weten dat het bij ons zeker niet gaat om djubu-djubu te creëren in het land. Wat wij willen is dat de juiste besluiten worden genomen, het juiste beleid wordt uitgestippeld om ons land daaruit te halen. Want op dit moment weet u met z'n allen, wij weten dat allemaal, dat Suriname in grote problemen nog zit. Wij hebben geen baat bij het helpen creëren van djubu-djubu en dergelijke. En daarom dat we ook hebben gezegd dat wij tot het besluit zijn gekomen, is een heel belangrijk historisch besluit voor de NPS om uit de coalitie te stappen op deze manier. Maar waar wij wel aan willen meewerken is dat de transitie toch wel niet ervoor zorgt dat wij onder andere zorgen voor djubu-djubu in het land. Rusland zegt dat met het uittreden van de NPS uit de coalitie de portefeuille van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Ruimtelijke Ordening en Milieu ter beschikking worden gesteld. De voorzitter zegt dat er gekeken zal moeten worden naar het oplossen van de problemen binnen het onderwijssysteem. Immers overstijgt dit het partijniveau, meent Rusland. Onderwijs, volksgezondheid zijn issues die boven het partijniveau stijgen. We moeten de handen in elkaar slaan en we moeten eerlijk gaan evalueren. En als zaken niet goed lopen, waar niet goed loopt, moeten we gaan corrigeren. Want het kind is daar afhankelijk van. En wanneer we samen de handen in elkaar slaan en wij in staat zijn om het systeem goed op de rails te krijgen, dan zal het ten voordele zijn van onze kinderen over 10 jaar, want dit soort ontwikkelingen zijn geen ontwikkelingen die binnen 1 jaar gerealiseerd zijn. Het duurt 10 jaar, 5 jaar. Het zijn lange processen. Maar laten we ervoor zorgen dat wat dat betreft, onderwijs, maar ook volksgezondheid, wij de handen in elkaar slaan boven het partijniveau. Om ervoor te zorgen dat we alle expertise in het land bundelen. Om een goed programma te maken. Rusland stelt dat het bij de president reeds kenbaar is dat er wordt gewerkt aan een verantwoordelijk en ordelijke afronding van zaken. Alle stappen die genomen worden zullen en moeten ter bevordering zijn van de Surinaamse samenleving, aldus Rusland.